Hallo, het is week 3. Nee, dat zeg ik weer verkeerd. Attention! Vlog 3, week 4. Welkom! We hebben heel veel leuks in petto deze week. En we gaan al met iets heel leuks beginnen. We gaan namelijk de trailer opnemen voor de revue. Met Lau Steenbeke, geregisseerd door Brun Kuijt. Deze week komt ook de vrouwelijke actrice erbij. Wie dat is, laat ik nog eventjes in het midden. Donderdag gaan we nog iets heel spannends doen. We gaan dan namelijk de studio in. En nu, misschien kunnen we een leuke flashback doen naar de vlog van vorige week. Flashback. We zijn terug. Ja, dit was dus de sneak preview van de kerstrevue pakjes die wij aan hebben, onze kostuums. En oh, wat een timing! Kom eens hier. Wacht, zou ik alleen maar kostuums? Ja. Ha! What? Waar gaat dat naartoe? Met dat ding? Hoi. Hallo. Wie ben je? Ik ben Ellen Reulman. En ik speel Dini. In de kerstrevue. En dit is je eerste repetitie, toch? Dit is mijn eerste repetitie. Ik ben net vanmorgen om 8 uur uit Amsterdam opgehaald. En nu zit ik hier. Lekker. Heerlijk. Nou, één van velen. Werner, we hebben net voor het eerst het script van de kerstrevue gelezen. Mm-hmm. Wat vond je ervan? Ik vond het heel mooi. Ja? Ja, ik vond hem ook ontroerend. Oh, en wat nog meer? Wat voelde je er allemaal bij? Ik voelde dat kerst misschien aan onderweg was. Oh ja, precies. Kerst is in aantocht. Ja. Moet je even nu deze man volgen? Je laat zien hoe dat je 4 gaatjes maakt in een briefje. Ja, dit is de ultieme test. Yes! Brun, hoe voelt dat nou? Ben je trots? Hoe moet ik dan knippen? Ik heb hem niet omgedraaid. Ja, daarvoor zijn de regisseurs. Dit zijn mijn klasgenoten. Ze hebben geen tekst, maar zijn het meest aanwezig in de hele scène. Jij moet zitten. Jij moet gaan zitten. Jij moet hem op, ja. Werner, we zijn in Circus de Soleil, hè, beland. Alegria. Don't try this at home. Goed, hè? Oh, yes, yes. Zo, en dan had jij de ego spice. Dus dat ging je echt. 2, 1, en druk. Ja. Perfect. Het ideetje is, hey, ik ben Jan, hey, te gek. Ik hoor het luiden van de klokken, de stem.